Pascal Eenkhoorn, Caleb Ewan gisteren uit de Tour. Jullie ploegbaas heeft inmiddels duidelijke talen in de Belgische media vertolkt. Hoe is de sfeer in de ploeg? In de ploeg onder de renners is het hartstikke goed. En ja, ik denk qua sfeer is het alleen misschien wel iets beter dat hij naar huis is. Ik heb nog nooit in zo'n situatie gezeten in ieder geval met hem. En ja, die andere mannen wel, die baalden natuurlijk gisteren flink, maar nu is de knop echt wel om. En ja, we zijn nog met 6 jongens, 6 Nederlandstalige jongens, dus dat is altijd ja, nog iets makkelijker. En ja, we hebben gewoon heel veel zin in en Maxime heeft gisteren gewoon laten zien dat hij gewoon supergoed in orde is in de bergen. En ja, daar willen we alles aan doen. En voor ons, die andere twee sprintkansen, zijn nu geen sprintkansen, maar kunnen wij mogelijk iets anders proberen. Zag je laatst ook al een keer een sprintje trekken in een van die etappes, volgens mij dat die Bilbao won, dat je in ieder geval voor in dat pelotonnetje eindigde. In Poligny is het een lastige rit met een oplopende sprint. Ja, is dat iets voor jou? Ja, dan hebben we denk ik wel echt Jasper de Buist, die ook laatst zevende werd, die etappe dat Pedersen won. En ja, voor de rest hebben we natuurlijk met Frison, Florian, ik en Kampenaerts wel mannen voor de aanval. En ook gewoon, ja, vooral die Frison en Vermeer zijn twee grote brommers. En daar willen we gewoon wel, ja, proberen uit te spelen en een keer het peloton te kraken in plaats van zelf de jagende hond te zijn. Wat op zich wel lukt, want de vluchters, ja, aanvallen loont wel in deze Tour. Er zijn al 6 ritten gewonnen door vluchters. 4 door Philipsen, 1 door Pedersen, blijven er nog maar 2 over die naar klassementsrennen zijn gegaan. Ja, het is gewoon ja, een hele lastige Tour en je ziet gewoon dat... kijk, het is wel, als er een vluchter zijn, het gewoon supersterke mannen. En die etappe dat Bilbao wint ook, dat was een heel lang koers. En laatst ook dat Izagirre wint. Ja, dan is het wel een etappe voor de vluchters, maar dat is al anders dan etappe 18 en 19. Hoe is het met jouw benen? Ja, wel goed. Ik heb er zin in. Lastig weekend. Gisteren was ik de eerste die net niet mee zat. Dat was wel ja, balen voor mij. En ja, we gaan het vandaag weer proberen. Top, dankjewel. 1 dingetje, Pascal.